Welkom bij de Kafkolno podcast. Hey allemaal, dit is weer een nieuwe podcast aflevering van de Kafkolno podcast. En vandaag heb ik de gast... Dariel Hoefdraad. Hey Dariel, wat leuk je te ontmoeten. Wij kennen elkaar van... Van de sales magneet. Althans, we zitten in hetzelfde groepje. Ja, cool. Omdat ik zo brutaal ben geweest om jou te benaderen voor deze podcast, zijn we elkaar aan het leren kennen. Ja, zo tof. Ik vind het echt heel leuk. Ik ken je ook dus nog niet zo goed. Maar... wij willen natuurlijk met z'n allen heel graag weten, wie ben jij en wat doe jij zo al? Waar word je blij van? Vertel. Ja, nou, waar ik me nu voornamelijk heel erg heel veel tijd aan besteed, zijn mijn twee boeken die ik op dit moment aan het afronden ben eigenlijk. Ik heb één boek geschreven na mijn wereldreis. Ik ben in 2017... was ik niet gelukkig op liefdesgebied, niet gelukkig op carrièregebied, niet gelukkig op ondernemingsgebied. Het stukje eigen haven, mijn eigen plek, daar voelde ik me niet veilig door heel veel gedoe met de buren. En een confrontatie met de buurman en al die andere dingen die er ook speelden op de achtergrond, en dacht ik, oké, nu moet het anders. Dit wil ik niet meer. Wat wil ik wel? Dus ik heb mezelf de vraag gesteld, wat wil ik? Waar word ik blij van? En het antwoord kwam gelijk naar boven borrelen en dat was een wereldreis. En toen heb ik al mijn aandacht gevestigd op het maken van die wereldreis. Ik heb knopen doorgehakt, ik heb mijn baan opgezegd. Ik heb mijn bedrijf stilgelegd, ik heb mijn huis verkocht. En liefdesleven had ik zoiets van, ik zie wel. En ik ben gaan reizen. En ik heb toen 18 maanden lang heb ik gewoon de landen bezocht die tot mijn verbeelding spraken. Of waar ik gewoon heel graag een keertje naartoe wilde. En in februari 2019 kwam ik terug. En uiteindelijk is zo gaandeweg het idee ontstaan om een boek te schrijven, omdat ik tijdens mijn reis zo ontzettend veel mensen tegenkwam die zoiets hadden van, oh wat gaaf dat je dat hebt gedaan, wat stoer dat je dat hebt gedaan, dat zou ik ook graag willen, maar. En dan kwamen er altijd wel weer bezwaren naar boven borrelen, waarom zij niet konden doen wat ze heel graag zouden willen doen. En dat heeft een zaadje geplant, om in eerste instantie dat boek te gaan schrijven, om mensen te inspireren en mensen te motiveren om datgene uit het leven te halen. Wat jij te doen hebt hier, waarom je hier bent. Zoals jij mooi zegt, jouw goud ontdekken. En daar ook echt stappen in te gaan zetten. Dus dat is mijn eerste... Dat is het zaadje geweest. En daar ben ik in augustus ben ik daarmee aan de slag gegaan. Ik heb een post geplaatst op Facebook van, oké, kogel is door de kerk, ik ga een boek schrijven. En in januari 2020 is er toen een tweede boek op mijn pad gekomen, wat ik met in een collectief van 7 schrijvers schrijf. Dus daar ben ik nu op dit moment heel druk mee bezig. Daarnaast heb ik nog een parttime baan bij de overheid, wat mij in ieder geval voor nu gewoon wat rust geeft, wat financiële zekerheid geeft, om in ieder geval datgene te kunnen doen waar ik heel blij van word. En waar mijn hart af en toe wat slagen van overslaat. Omdat hij zo excited is dat ik naar hem durf te luisteren. Oh, wat heerlijk. Je zit hier al met een enorm goud smaal. Dat kunnen jullie niet zien, maar ik wel. Heerlijk. Oh, wat fijn dat je gewoon doet wat je graag wil doen. Ja, daar heb ik ook lang over moeten doen hoor. Om de meningen van anderen te laten voor wat ze zijn en me niet te laten beïnvloeden door wat de maatschappij van je verwacht. Dat is een groeiproces geweest. Maar ik ben zo blij dat ik die stap heb gezet om die wereldreis te gaan maken.
En ja, ook dicht bij mezelf te blijven, in het moment te zijn. En al die inzichten ja, een soort van te laten indalen, een soort van te laten rijpen. Ja, en daar nu andere mensen mee hopelijk te kunnen inspireren en helpen. Want er zullen ongetwijfeld ook mensen zijn die vastzitten op dit moment. Of ook heel graag iets willen doen, maar het niet durven, om wat voor reden dan ook. Ja, want het gaat niet alleen over reizen. Hè? Het gaat inderdaad wat je zegt. Van, het gaat eigenlijk over alle dromen die je op de plank hebt liggen. Waarvan je denkt, of nou ja, dat hele gevoel wat je hebt van, ja, is dit het nou? Moet ik niet, weet je, moet ik hier nou mee dealen? Is dit het nou? En dat je dan het gevoel hebt van, ja, er liggen gewoon dingen op de plank. Waar moet ik beginnen? Maar ook vooral, waarom ga ik het niet doen? Dan komen er allerlei smoesen. Klopt. En ja, wereldreis is iets wat natuurlijk enorm tot de verbeelding spreekt. Maar ja, het kunnen natuurlijk van allerlei dingen zijn. Ja, ja, kijk, in mijn geval is het een wereldreis geweest. Omdat ik dat gewoon heel gaaf vind. Ik ben al vanaf kleins af aan, heb ik zeg maar die travel bug meegekregen. En ben ik met mijn moeder, heb ik vrij veel gereisd. Misschien heeft het ook met mijn sterrenbeeld te maken. Boogschutters die houden van reizen, die houden van nieuwe dingen ontdekken, exploreren, dat soort dingen. Dus dat reizen en dat het ontdekken van, dat heeft er altijd al in gezeten. En dat is mijn ding. Maar dat hoeft niet voor iedereen zo te zijn. En een verandering aanbrengen in je leven, dat kan ook klein zijn. Dat kan ook heel klein beginnen. Maar je zal zien dat als je één ding verandert in je leven, dat andere dingen ook met je mee veranderen. Ja. En dat is denk ik heel mooi ook om te zien. En dat de buitenwereld dat ook ziet. Dat ze zeggen zo van, hey, goh, maar Daryl doet dit. Wat gaaf. En ik zie dat dat en dat voor haar op haar pad komt. Misschien kan ik ook iets gaan doen. Ja. En dat is dan ook iets wat Sarayda zegt. Hè, door zelf in het licht te gaan staan, inspireer je andere mensen ook om hetzelfde te doen. Ja. En dat vind ik heel mooi. Je hebt het bewezen van, nou, ik heb die droom. En ja, een wereldreis van 18 maanden, het is nogal. Je baan opzeggen, je huis wegdoen en je relatie on hold zetten of whatever, weet je wel, er helemaal mee stoppen. Het zijn wel dingen. Ik had helemaal geen relatie. Maar weet je, whatever in je weg staat, dat je leert dat jij kan heel, ja, jij hebt bewezen dat dat allemaal, ja, uiteindelijk geen excuus zijn om te doen wat je hard wil. Tof. Nee, zeker niet. En ook alle obstakels die op je pad komen, daar zit, in alle situaties zit een parel. Hè, op het moment dat ik zoveel gedoe had met de buren, wat uitliep op intimidatie, beledigen, treiteren, tot handgemeen aan toe. Dus het was niet mals. En ik heb daar echt, achteraf gezien, heb ik daar echt veel dingen van geleerd. En dat is mijn parel geweest, hè? Door uit die schaduw te stappen en gewoon te zeggen, oké, nu houdt het op. Weet je, te zeggen waar ik in geloof en mijn plek te claimen, dat heeft het mij geleerd. Dus ik weet zeker dat iedereen die in een moeilijke situatie zit, hetzij een huissituatie zoals ik zit, of misschien een relatie, of misschien gezondheid, of misschien familie-issues, er zit een parel in die situatie. Waarmee je een heleboel inzichten kunt verkrijgen. Waarmee je weer je eigen leven kunt verrijken. En op die manier ook dat weer door kunt geven aan anderen. Daar ben ik echt van overtuigd. Ja. Er zit een parel in elke situatie. Cadeautje in de stront. Ja. Ze zeggen ook wel eens, shit is mest voor groei. Vind ik ook zo mooi. Die had ik nog nooit gehoord. Shit is mest voor groei. Ja, weet je, ik bedoel, en als groeien je doel is, tenminste ja, in mijn geval, ik vind dat heel belangrijk om te groeien. Om persoonlijke ontwikkeling vind ik heel, heel nuttig. En ik vind heel, ja, ik geloof dat leven leren is. En als je dat gelooft, dan is het niet erg als er shit is, want shit is mest voor groei. Ja. Zo kan ik al met alles dealen. Ja, ja en ook vallen en opstaan. Juist het niet bereiken van dat ding wat je heel graag wil. En die val, die leert je dat doorzettingsvermogen. Hè? Dat leert je weer een heleboel andere dingen. Waardoor je weer, nou ja, misschien met een versie 2.0 weer datzelfde doel nagaat.
Maar misschien met een net andere tactiek. Het even een beetje bijschaaft en het weer opnieuw probeert. Hè? En dat, ja, is alles. Precies. Ja, dat is, ja. Ja, hoe het in het leven gaat. Dat als je iets niet in één keer kunt bereiken, dat juist dat doorzetten en juist dat op, ja, een beetje bijschaven van hoe je dat doel wil bereiken, dat ook een mooie reis is. Ja. Ja, ja, en als je nieuwsgierig bent, dan vind je dat ook leuk. Dan zijn dat juist wel interessante dingen, inderdaad. Hey, ik ben ook even benieuwd. Waar ben je dan zo al geweest? Ik ben op 5 continenten geweest. Wow. Te beginnen in Zuid-Amerika. Eerst naar Suriname, heb ik mijn moeder opgehaald. Zijn we samen naar Brazilië geweest. Daar hebben we samen rondgereisd in Brazilië. Zij is toen teruggevlogen naar Suriname en ik ben toen alleen mijn wereldreis verder gegaan. Te beginnen in Peru, daarna, even goed nadenken hoor, Bolivia, Chili, Paaseiland en Argentinië. Toen ben ik teruggevlogen naar Amsterdam. Dat was heel, ja, misschien klinkt een beetje omslachtig, maar de vlucht was goedkoper om het vanaf Amsterdam te doen. Dan vanaf Argentinië. En vanaf Amsterdam ben ik weer teruggevlogen naar Afrika. In Afrika ben ik naar Rwanda, Oeganda, Zimbabwe, Botswana, Namibië en Zuid-Afrika geweest. In groepsverband, want ik vond Afrika best spannend om te doen. Dus daar heb ik 2 groepsreizen geboekt. Ik ben ook naar de gorilla's geweest, onder andere. Hele toffe game drives gedaan. En na Afrika ben ik naar Azië geweest, of gegaan. Daar had ik helemaal geen plannen. Ik wilde gewoon heel graag dat gedeelte zien van de wereld. Ik heb bijna alles in Azië gezien, behalve Taiwan en Noord-Korea. Maar voor de rest ben ik, als ik het nu zo even snel bedenk, overal geweest in Azië. Daarna ben ik naar Australië gevlogen, naar Vanuatu. Dat is een eilandengroep. Nou, dat hoef je mij niet te vertellen. Oh my god, ben je daar geweest? Oh, ja. Dat is echt fantastisch. Ja, wow. Ik wil heel graag die actieve vulkaan zien. Want een vriendin die op dat moment ook op wereldreis was, die had een filmpje gepost. En ik werd helemaal gek. Ik denk, dat moet ik zien. Wauw. En nou, ik heb dat gewoon gedaan. Ik denk, ik ga het gewoon doen. En toen ben ik vanuit Vanuatu weer teruggevlogen naar Australië. Vanuit Australië, even kijken, India en Nepal heb ik toen als laatste gedaan. En toen ben ik weer teruggevlogen naar Amsterdam. En vanaf Amsterdam weer naar Miami. Nee, eerst naar New York. New York, Miami Beach. Daar ben ik naar Anthony Robbins geweest, naar Date with Destiny. 6 dagen. En daarna ben ik nog naar de Keys geweest. Heb ik dat stukje daar verkend. En toen dacht ik, oké, nu voel ik me wel een beetje verzadigd. Sommige mensen hebben dat na 3 weken. Ik had het na 18 maanden. En toen dacht ik, oké, maar ik ben nog niet helemaal verzadigd. En ik had heel veel enthousiaste verhalen gehoord over Colombia en Ecuador. Op een of andere manier had ik dat niet op mijn netvlies staan toen ik in Zuid-Amerika was. Toen ik daar begon, zeg maar, met mijn reis. Dus ik ben mijn reis heb ik afgesloten in Colombia en via Colombia weer teruggevlogen naar Miami. Ja, heel onlogisch allemaal. En via Miami terug naar Amsterdam. Dus ja, 32 landen in 18 maanden tijd. Wauw, heel indrukwekkend. Ik was vorig jaar ook in Miami. Toevallig. Bij Elke de Boer, niet bij Tony Robbins. Was ook leuk. Maar oh, tof zeg. Ja, dat klinkt goed. Ja, even ter toelichting, want jij riep Vanuatu en ik weet waar dat is. Maar ja, ik kan me voorstellen dat niet iedereen dat weet. Dat nee. Is in de Stille Zuidzee. Ja, is onderdeel van een eilandengroep volgens mij, hè? Ja. Polynesië? Ja. Of Micronesië of Melanesië? Ja, Micronesië. Ja. Ah, oké. Okay. Ja, allemaal kleine eilandjes. Ja, het ligt daar helemaal vol met mooie eilandjes. Ja. Maar wat cool zeg. Ik heb nog nooit iemand ontmoet die daar geweest is. Nou, wel mensen die op Fiji zijn geweest en in Tahiti en Bora Bora en dat soort eilanden.
Maar en Paaseiland staat ook al mijn hele leven op mijn lijst waarom ik daar nog niet geweest ben. Oh, prachtig. Ook Gewoon zo doen. magnifiek. Die beelden die daar staan. Oh Ja. ja. Ja, het is echt dat de sfeer op dat eiland, dat is echt geweldig. Ik had daar nog wel Ja. veel langer willen blijven dan die 5 dagen dat ik daar heb gezeten. Maar het was echt, ja, Ja. fantastisch. Ja, het is net als de piramide, zo'n soort mysterie van hoe komen die Klopt. gigantische beelden daar? Ja. En er zijn natuurlijk allerlei theorieën over, Ik maar het kan het lijkt ook me weten. heel indrukwekkend om dat in het echt te zien. Klopt. Ja. Ja. Het is toch veel minder standaard als een piramide bekijken, vind ik hoor, maar goed. Nou Maar ja, jeetje, dat ja. is iets wat nog op mijn lijst staat, hoor, de piramides bekijken. Maar op dat Oké. moment had ik hele andere, Okay. Ja. ja, landen die ik wilde zien. Cool. Nou, sounds good. Dus mensen, het kan gewoon. Hey, en ja, joh. Nou, jij hebt dan, als het gaat over rijkdom, best wel een behoorlijk pakketje zo opgeduikeld, denk ik zo. En ja, weet je, ik vind dat interessant. En heel veel mensen denken ook van ja, weet je, voor zoiets heb je geld nodig. Dat is natuurlijk ook wel zo, je hebt ook wel geld nodig. Maar goed, ja, als je iets echt graag wil, dan moet je gewoon zorgen dat er geld komt. Dat kan ook volgens mij wel gewoon. En ja, weet je, als het over geld gaat, dan ben ik ook altijd wel nieuwsgierig. Wat is je money mindset? Wat heb je van huis uit meegekregen over geld? Dat ik hard moet werken voor geld. En dat ik, als ik het verdien, dat ik goed moet nadenken over aan wat ik het uitgeef. En hoe ik het uitgeef. En of ik het überhaupt uitgeef. En dat sparen ook belangrijk is. Dat sparen een belangrijk onderdeel is van wat je verdient. Ten eerste om het jou een stukje onafhankelijkheid mee te geven. Dus dat je nooit van iemand anders afhankelijk hoeft te zijn om iets te kunnen doen. Omdat jij voelt dat dat goed voor jou is op dit moment. En daarnaast ook gewoon zegt dat stukje sparen natuurlijk ook iets over ja, die onafhankelijkheid opbouwen. Hè? Dus ja, zorgen dat je dingen kunt doen zonder dat andere mensen daar invloed op kunnen hebben op dat stukje financiën. Hè? Want dat speelt vaak ook een rol. Zo van, ik wil bijvoorbeeld naar Anthony Robbins. En dat je partner zegt, ja, ben je nou helemaal gek? Gaat het niet Ja. 4000 euro daar uitgeven? Maar als je dat Ja. zelf hebt, Ja. dan hoeft dat stukje ook niet in de weg te staan. Hè, dat iemand anders iets vindt en dus jou dat stukje financiën ontneemt. En daarom dus jij je ding niet kan doen. En mijn moeder heeft me altijd geleerd, niet alleen maar in het leven onafhankelijk zijn, maar ook financieel onafhankelijk zijn. Cool, mooie les. Mooie les. En ja, je hebt er wel voordeel van gehad, denk ik, van die mindset. Zeker, zeker. En over dat stukje geld waar jij het net over had, hè, als je een wereldreis wil maken, je hebt inderdaad geld nodig. Maar ik ben ook een meisje in India tegengekomen, die had 500 Canadese dollars, geloof ik, op haar rekening staan. En die was al 3 maanden aan het reizen. Weet je, dus weet je, zo kan het ook. En zij ging van vrijwilligersproject naar vrijwilligersproject. En af en toe nam ze dan een paar dagen hier en daar. Dan chillde ze op een plek waarvan zij dacht, oh, dat wil ik ook graag zien. En dan als ze zoiets had van, oké, nu is het tijd om verder te gaan. Dan gebruikte ze dat geld wat ze had om naar de volgende plek door te reizen. En dan soms deed ze iets zwarts. Bijvoorbeeld Engelse les gaf ze dan bijvoorbeeld. En daar kreeg ze dan zwart voor betaald. En dat gebruikte ze dan weer om andere dingen te doen. Dus weet je, je hebt dan het geld voor het ticket nodig. En voor de eerste dagen verblijf als je niet naar een vrijwilligersproject gaat. Maar de gedachte die ik zelf ook had, hè, ik wil een wereldreis maken. Dus ik heb echt heel veel geld nodig. Dat heb ik ook bijgesteld. Ja, en het is ook echt per land verschillend. Klopt. En Klopt. je hebt natuurlijk heel veel, ja, weet je, het ligt ook een beetje aan wat je wil. Je kan ook couchsurfen, je kan, ja, je kan natuurlijk in dure hotels gaan zitten. Dan Ja, ontmoet je weet geen je. leuke mensen. Nee, dat is ook weer zo. Je kan in een hostel gaan, je kan, ja, weet je, je kan op een camping gaan. Er zijn zoveel manieren. Ik zat op een gegeven moment in Miami in een heel luxe appartement.
ja, weet je, dan ontmoet je inderdaad geen mensen, maar dat was ook de bedoeling. Het was voor mij juist even om tot rust te komen en even mijn eigen ding te doen. Dus ja, dat is dan weer een hele andere insteek. En dan weet je gewoon, ja, dit kost. Dus sowieso is Miami niet de goedkoopste plek in de wereld om naartoe te gaan. Net als New York. Maar goed, weet je, dat zijn ook van die dingen. Maar ja, weet je, dan ga je naar India en daar is het weer helemaal anders. En nou ja, in Azië heb je natuurlijk ook genoeg plekken waar je gewoon, ja, voor een paar euro eten hebt. Klopt, ja. Ja. Ik ben naar Vietnam geweest en ik heb daar 2 maanden gezeten. Het is niet mijn lievelingsland, moet ik er wel even bij zeggen. Ik heb 1 maand rondgereisd en 1 maand vrijwilligerswerk gedaan. En ook daar kom je dan weer mensen tegen die nou ja, daar dan een maandje of 1,5 maand vertoeven. Dat vrijwilligerswerk doen, ervaring op doen en vanuit daar weer doorreizen. En ook inderdaad van tijd tot tijd zwart werk doen. En dan vaak komt het neer op Engelse lesgeven of iets in die zin, nou ja, waar zij zich comfortabel mee voelen of wat hun makkelijk afgaat en waarvan ze zien dat daar behoefte aan is. En dan weer verder. Ja, maar legaal werk doen, als je zo kort in zo'n land bent, dat kan bijna niet technisch Nee. gezien. Dus ja, weet je, in die zin is dat natuurlijk niet zo raar. Je doet ook gewoon, ja, wat je kan doen op zo'n moment. Ja. Wat is wel je lievelingsland? Daar ben ik dan nieuwsgierig naar. Heb je er eentje? Oeh, ja, ik vind dat heel lastig. Oeh, dan moet je mij die vraag hoor, dat soort dingen. Zeker omdat er natuurlijk ja, 5 verschillende continenten, ze hebben allemaal hun eigen sfeer. Ze ademen allemaal iets uit. Ik vond Mongolië echt zo ontzettend bijzonder. Dat vond ik echt heel bijzonder. Ik ben fan van Japan. Daar ben ik al 2 keer geweest en daar ga ik zeker nog een paar keer naartoe. Ja, Zuid-Amerika, dat trekt ook. Ik vind Brazilië vind ik een heel mooi land. Heeft nog zoveel dingen te zien, zoveel dingen te doen. Ja, en ik vond Oeganda, ik vond dat gewoon dat stukje, dat gorilla-bezoek waar ik zo nieuwsgierig naar was, dat vond ik echt, ja, dat is heel bijzonder. Dus ik kan niet zeggen dat het mijn lievelingsland was, maar het was wel een van de mooiere momenten tijdens mijn wereldreis. Dat je dan Cool. oog in oog staat met zo'n silverback, die dan heel vredig en rustig zijn blaadjes aan het eten is. En dan vervolgens komt er een soort van puber, ook een silverback, die komt even zijn spierballen laten zien en die komt er op je afrennen. En vervolgens zegt de gids, don't move, don't move. En ik was echt verschrikkelijk bang dat hij me iets ging aandoen. Maar het was gewoon meer om zijn spierballen te laten zien. En die gids die wist dat. Maar gewoon het moment om daar te zijn en die beesten gewoon live te zien. Echt, ah, geweldig. Dus ja, één favoriet land heb ik niet. Maar springen er wel een paar uit waarvan ik denk, oh, die waren echt heel erg gaaf om te bezoeken. Zo tof. Heb je nu nog, even vooruitlopend, nee. Heb je nu nog dat je denkt van daar ben ik niet geweest, maar daar moet ik zeker wel heen? Ja, ik wil nog wel. Ik zou nog wel een keertje terug willen naar Micronesië en wat van die andere eilanden bezoeken. En daarnaast zou ik ook nog wel heel graag naar. Nou, Europa heb ik eigenlijk nog niet echt verkend. Italië ben ik bijvoorbeeld nog nooit geweest. IJsland ben ik bijvoorbeeld nog nooit geweest. Groenland zou ik heel graag naartoe willen. Maar ik heb dat altijd een beetje gedaan, dus dat verre reizen met de gedachte van als ik oud, grijs en rimpelig ben, dan doe ik dat Europa-stuk, want dan is dat niet al te ver. En dan kan ik nu ik jong en fris en fruitig ben, kan ik al die lange afstanden kan ik makkelijker aan. En dan kan ik al die verre landen bezoeken. Oh jeetje, echt over nagedacht. Wat cool. Ja, zo is het ook weer. Ja. Want Nederland is ook een heel mooi land, wist je dat? Klopt. Nou, dat hebben we tijdens corona wel mogen meemaken, dat Ja, Nederland toch? ook heel mooi is om te verkennen, inderdaad. Ja, dat vond ik heel interessant de laatste tijd. Dat ik dacht van, oh ja, ik ben nou best wel vaak ver weg geweest. Maar wat is er eigenlijk om de hoek? En Ja. daar is ook van alles. Maar ja, het is ook leuk om het. Weet je, dat ga je ook meer waarderen dan op het moment dat je ook an op Zeker. andere plekken bent geweest. Er zijn natuurlijk ook best veel overeenkomsten. Er zijn heel veel verschillen, maar er zijn ook heel veel overeenkomsten. Dat is wel leuk.
Cool. Oh, joh, we kunnen hier 26 uur over praten, volgens mij. Dat is mijn lievelingsonderwerp, reizen. Dus. Want ik ben ook boogschutter, dat is jij. We zijn er net achter gekomen dat we 2 dagen van elkaar jarig zijn. Dus dat is echt super grappig. Heel leuk. Hey, dus ja, ik hoef eigenlijk niet aan jou te vragen: als je geld hebt, waar geef je het dan aan uit? Ja, Of doe je reizen nog is andere altijd dingen? lastig. Maar goed, persoonlijke ontwikkeling vind ik ook heel fijn om ook met een uit te geven, boeken lezen. En op dit moment geef ik natuurlijk uit aan mijn eigen boeken, die ik aan het lanceren ben. Mijn eerste boek wordt dan 16 september gelanceerd, wat ik in een collectief schrijf met 7 andere schrijvers. En mijn eigen boek wil ik lanceren op mijn verjaardag 29 november. Dus Cool. nou ja, daar gaat ook geld in zitten. En daarnaast gewoon toneel, theater, musicals, uit eten, gewoon chillen met vriendinnen. Daar geef ik mijn geld aan uit. Toen ik terugkwam heb ik heel nou ja, grondig door mijn kleding bekeken. Een soort van Marie Kondo heb ik toegepast. Niet helemaal volgens haar manier, maar soort van. En ik heb heel veel dozen met kleding in mijn schuur nu staan, die ik weg wil doen of ga verkopen of iets dergelijks. Nou ja, die hoef ik niet meer. Dus ja, ik ben nu ook in een soort van mindset gekomen dat het best, nou ja, qua kleding mag best wel wat minder. En dan hoef ik niet elke maand een nieuw t-shirtje of een nieuw schoen of iets nieuws te hebben. Dus daar gaat nu het minste geld naar uit. Ja, mooi, mooi. Bewust. Bewuste keuzes. Ja, Ja, zeker. tof, tof. Hey, en nou, stel nou dat jij nog 1 tientje te besteden had. Ik heb zo het idee dat het jou niet gaat overkomen, maar ik weet niet waarom. Maar stel dat je nog 1 tientje zou hebben voor een tijdje, ik weet niet, en niet voor Ja. altijd. Maar wat zou je dan met dat tientje doen? Ik denk dat ik een gedeelte zou gebruiken om te eten en te drinken. En dat ik misschien een klein gedeelte zou gebruiken om te kijken of ik daar wat meer van kan maken. Op een of andere manier. Heb Dus je ik ook een zou idee proberen om hoe? dat die trekken of zo. Oké. Ja. En Ik weet als je een tien. Sorry. nog niet op wat voor manier, maar ik Oké. zou een manier zoeken om dat te kunnen doen. Vermenigvuldigen. Ja. Ja. Hey, en als je een tientje op straat vindt, zo'n cadeautje. Ik zou het in mijn portemonnee stoppen en ik zou er iets leuks van kopen. En niet per se een doel in mijn hoofd, zo van, oh, ik heb nu een tientje, dus dan gaat het op die spaarrekening of zo. Ik denk dat ik het gewoon in de alledaagse gebeurtenissen zou gebruiken. Misschien voor boodschappen, misschien voor iets leuks. Of misschien zie ik iemand en geef ik het weg. Zoiets. Kan van alles zijn, dus ja. Kan van alles zijn, ja. En als geld geen enkele rol zou spelen, we hebben het natuurlijk al uitgebreid over dromen, maar als geld geen enkele rol Ja. zou spelen, hoe zou jouw leven er dan uitzien? Ja, ik vind dat een hele lastige vraag, moet ik zeggen. Ik zou denken, hoe zou mijn leven eruit zien als geld geen rol zou spelen? Je hebt echt veel geld, hè? Dus het kan eigenlijk bijna niet op. Nee. Dus weet je, Nou ja. werk je dan nog? Of ga je dan op een andere plek wonen, in een ander soort huis? Heb je dan een tweede huis in op Vanuatu? Geen idee, hè? Ik denk dat ik wel meerdere huizen zou hebben. Ik denk dat ik ook zeg maar een aantal panden zou investeren en zou verhuren. Want dat is in mijn beleving een eerste levensbehoefte. Mensen hebben altijd een dak boven hun hoofd nodig. Dus ik zou dat als een soort van inkomstenbron gaan aanzwengelen. Ik zou meer met beleggen gaan doen. Daar doe ik nu al iets mee. Maar daar besteed ik niet heel veel aandacht aan. Ik heb een cursus gevolgd bij Marcus de Maria over beleggen. Zo'n 3-daags seminar. Dus ik weet wel hoe ik kan beleggen. Maar ik kan nog niet zeggen dat het me echt heel goed afgaat. Maar ik zou daar dus meer tijd en energie en geld in steken.
Ik zou niet meer werken bij een werkgever, maar ik zou gewoon mijn eigen bedrijf hebben met, nou ja, als spreker, mensen inspireren en motiveren. Misschien zou ik andere mensen daartoe opleiden om dat ook te doen. Nou ja, en eigenlijk die vrijheid die ik heb ook iets goeds in de wereld brengen. Dus mensen die minder te besteden hebben of minder mogelijkheden hebben om zich te ontwikkelen, om hun daarmee te helpen. Want ik denk wel dat het stukje mindset wel heel belangrijk is om in ieder geval die eerste stappen te zetten. Dus ik denk dat ik daar ook iets mee zou doen. En nou ja, ook waar je ziet waar familie of vrienden dat nodig hebben, dat ze ondersteunen. Maar nou niet zozeer met geld smijten. Hè, want ik denk ook dat als je geld, veel geld hebt, dat nou ja, misschien is dat ook een beperking, dat er dan mensen op je pad komen die alleen maar bevriend met je willen zijn vanwege dat. Kan een beperkende overtuiging zijn hoor, maar dat weet ik niet. Maar dat je daar dan ook andere mensen waarvan je ziet dat ze aan het struggelen zijn, op wat voor manier dan ook kan helpen. Het hoeft dan niet financieel te zijn, maar gewoon door er te zijn of ze fysiek te helpen met iets of zo'n boek te geven of een opleiding, zoiets. Cool. Ik denk dat ik dat zou doen. Tof idee, ik hoop dat het je lukt. Ja, toch? Ja, het is aan mij, hè. Ik heb de sleutel, dus alles wat ik wil. Cool. Ja. Ja. Hey, en wat maakt jou rijk? Oh, de ervaringen, de inzichten, de adviezen die ik krijg, de adviezen die ik geef, vriendschappen die ik heb. Ik heb niet zo heel veel vrienden, maar de vrienden die ik heb, daar heb ik wel echt veel aan. En dat maakt mij ook rijk. Familie die je om je heen hebt, waar je veel contact mee hebt. Hè? Je familie zoek je, dat krijg je, dat zoek je niet zelf uit. En sommige mensen begrijpen, denk ik, minder goed waar ik mee bezig ben. En die hebben zoiets van, zoek nou maar gewoon een baan. En andere mensen vinden het heel tof dat ik dit doe. Dus ik denk dat er ook bepaalde mensen in de familie kring zijn. Die aan de zijlijn staan toejuichen van wat je aan het doen bent. En dat je daar ook weer je aan kan optrekken. Of even mee kan klankborden. En nou ja, ik heb nog geen mastermind. Maar ik denk, ik zou het wel heel tof vinden om in een mastermind te zitten. Dat je met gelijkgestemde daarover kan sparren. Van hoe pak jij dat aan? Hoe zou jij dat doen? Zo. Dus ik denk dat dat allemaal tezamen, dat zo'n bron van kennis zorgt en inspiratie en motivatie, dat mij heel rijk maakt. En niet alleen maar geld. Hè. Geld is natuurlijk ook belangrijk. Dat maakt mij ook rijk. Mijn huis maakt me rijk. Het feit dat ik me op spiritueel gebied aan het ontwikkelen ben, maakt me rijk. Dus ik denk dat er op vele vlakken dingen zijn die alles samenbrengen wat het totaalplaatje van wat mij een rijk gevoel geeft, dat tezamen ervoor zorgt dat zo is. Ja. Dat ik dat cool. Zo kan ervaren. En dat je het ook ziet. Ja. Dat is het belangrijkste. Dat je er bewust van bent. Ja. Cool. Hey, nou, dat is een hele mooie inspiratie, maar het is ook, je vertelt ook over dat dingen jou inspireren. Dus ik ben ook heel nieuwsgierig naar, jij als schrijver, wat is jouw favoriete boek en waarom? Vroeger had ik één boek wat steeds naar boven kan borrelen, wat ik dan steeds weer erbij pakte. En dat was Het Malle Ding van Bobbestiek. Dat was een jongen die een soort spul had ontdekt of ontwikkeld. En daar dan een soort van
apparaat van ging maken en daar dan allerlei avonturen mee ging beleven. En nu merk ik dat ik toch blijf hangen aan het soort van boeken waarbij dat onderzoekende, dat avontuurlijke, wat dat in mezelf naar boven borrelt. Op dit moment vind ik een gaaf boek, Ask and It Is Given, van Esther en Jerry Hicks. Ik weet niet of je dat kent, dit boek. Ik ken wel natuurlijk de schrijvers, maar... Het gaat over alles wat je wil in het leven, dat er in principe is. En dat het in energie is, maar dat je wel wat moet doen om het naar je toe te trekken. En het gegeven wat erachter zit, dat alles er is, maar dat jij iets moet doen om het naar je toe te trekken, dat vind ik heel mooi. Dus dat alles, al die plannen die ik net opnoemde, dat is er al. Maar dat ik ben degene die moet groeien om de stappen te kunnen zetten om daar naartoe te werken. En dat vind ik een hele mooie gedachte. Ja. Dat toekomstplaatje wat ik heb, dat ik dat ook kan bereiken. Mits ik daartoe de stappen zet. Dus er is niet de work te doen. Ja. Dus er is niet één boek wat ik vanaf jongs af aan heb, wat tot nu toe mijn favoriet is. Ik denk dat voor mij in ieder geval op elke levensfase er een bepaald boek of bepaalde boeken zijn die resoneren. Waar je op dat moment gewoon veel aan hebt. Ja, cool. Mooi. We zetten de titels van de boeken even in de show notes. Zodat mensen het ook, dat ze het ook kunnen gaan lezen of onderzoeken. Ja, zeker. Nog even door op inspiratie. Wat is jouw grootste, wie is jouw grootste voorbeeld en waarom? Ik denk dat ik er wel meerdere heb. Ik vind Tony Robbins geweldig. Uiteraard, ik ben twee keer naar hem toe geweest. Nou, één keer naar UPW en één keer naar Date with Destiny. Ik vind Oprah geweldig. Ik weet niet of je... Ik vind zijn naam een beetje moeilijk uitspreken. Nick Fujits. Die man Nick Fujits, ja. Wat zegt hij ook weer? No arms, no legs, no excuses. Yes. Joseph McLennan. Hij staat ook on stage met Anthony Robbins. Hem vind ik echt geweldig. Michael Pilarczyk. Sarayda vind ik echt een fantastische... hoe zeg je dat... Wat meer grijpbaar of zo. Ook gewoon in Nederlandse context. Thijs Lindhout had ik tot voorheen nog nooit van gehoord. Tot april 2019 had ik nog nooit van Thijs gehoord. Ik ben hem nu gaan volgen. Ik luister zijn podcast. Hem vind ik ook geweldig hoe hij dat doet met zijn podcast en zijn theatershows en zijn bedrijven die hij heeft. Dus er zijn meerdere mensen waarvan ik denk, wat gaaf dat ze dat doen en hoe gaaf hoe ze dat doen. En met name Oprah en Anthony vind ik heel inspirerend, omdat ze het niet makkelijk hebben gehad in hun jeugd, maar toch dat op zo'n manier hebben weten in te zetten. Hun parel hebben weten, hun goud zo weten te in te zetten, dat ze nu dat mooie leven hebben gecreëerd voor zichzelf. En daarmee ook anderen mee laten genieten van wat zij hebben geleerd. En dat ze nu nog steeds leren en hun inzichten op die manier steeds blijven doorgeven. Ja, supermooi. Ja, en helemaal eens. Ja, ik weet nog wel ooit, ik denk 15 jaar geleden of zo, dat ik een hekel had aan Tony Robbins. Hoor. Toen vond ik het echt, het zijn Amerikaans en zo. En ik dacht, toen ben ik toch eens een keer goed gaan luisteren. Toen dacht ik, je moet eventjes daar doorheen kijken. Door dat schreeuwerige wat je ook een beetje kan hebben. Ja. En dat je dan denkt, jeetje man, die gast die heeft wel power en die ziet het wel scherp. Ja. En soms als je even denkt van, hoe ga ik het doen? Je moet eventjes een stukje Tony luisteren en dan weet je het wel weer of zo. Ik weet het niet. Ja. Maar hoe die het doet, en hij is natuurlijk gewoon heel real. Dat is ook heel lekker. Hij zegt gewoon waar het op staat. Ja, maar ook al dat met al die verhalen die hij heeft vanuit zijn jeugd. En dat hij het ook niet makkelijk heeft met zijn moeder. Vader ook, dat ze niet te eten hadden en dat er op een gegeven moment iemand aanklopt aan de deur met Thanksgiving of met Kerst. En dat de vader
heel erg in dat ego zit van ik heb geen hulp nodig, maar dat hè, zijn kinderen gewoon geen eten hebben en dat hij vanuit dat stukje ervaring nu zo'n foundation heeft opgezet om hè, dat aan andere mensen mee te geven. Vind ik mooi, vind ik echt heel mooi. Ja. Ja, en dat is dan ook een reden om rijk te worden. Zodat je dat dan kan doen. Weet je, heel veel mensen hebben dan het idee van, ja, rijke mensen zijn egoïstisch of weet ik wat. Maar moet je je voorstellen, als je een goed hart hebt, wat je met rijkdom kan doen. Ja, net als Oprah natuurlijk en nog zoveel mensen. Maar dat je dan denkt van, jeetje mina, het gewoon dat die ervaring inderdaad sowieso, als het gaat over storytelling, wauw, wat een goed verhaal. Maar dat ook om kan zetten in van, ja, weet je, in echte actie. Want hoeveel meals hij wel niet... Ik deed mee met een soort challenge van hem. En dan kon je dan, als je je inschreef, kon je dan zoveel meals of zo. Nou, ik geloof dat ik ook 1000 meals nu heb verzorgd door mee te doen met die challenge. Dat is toch ongelooflijk? Ja. Ja. Ja, het is heel gaaf. Ja. Ik vind het heel inspirerend. En ja, het kost heel veel geld om naar een seminar van hem te gaan. Maar ja, dat mag ook wel. Het kost veel geld om naar een seminar van hem te gaan. Maar ja, weet je. Als je kijkt hoe life-changing het voor veel mensen is. Dan denk je, nou, het is maar een kleine investering eigenlijk. Voor zo'n grote verandering in je leven. Ik had het voor geen goud willen missen. Nee, nou ja, ik heb ook nog nooit iemand gehoord die zei, nou, dat vond ik echt helemaal niks aan. Zeker niet mensen die naar Date with Destiny zijn geweest. Dat UPW, even ter info voor de luisteraars die het niet kennen. Unleash the power within, geloof ik dat het is, hè? UPW. Ja, klopt. Ja, dus je innerlijke kracht naar boven halen. Nou, dat lukt wel. Nou ja, dan ben ik natuurlijk ook gewoon nieuwsgierig naar jouw unieke dingetjes. Vul aan. Als je mij echt zou kennen, dan zou je weten dat. Cool. Lastig. Zou je weten dat ik verzot ben op chips? Dat ik introvert ben. Althans, dat ik de voorkeur geef om me introvert te gedragen. Hè, want we hebben alles in ons. En dat ik steeds meer naar dat extraverte stukje aan het opschuiven ben. Ook eigenlijk door levenservaringen en gezien heb dat beide kanten je heel erg kunnen dienen op verschillende momenten. En dat het heel fijn is om snel te kunnen schakelen. Hè? Of extravert te zijn, of gewoon even laid back en het aan te kijken. En dat vind ik heel fijn, om die mogelijkheid te hebben om snel te schakelen. En cool. Ik denk dat veel mensen die mij misschien nu zien, dat ze denken, oh ja, maar jij, je bent extravert of bla bla bla. Als ik mezelf vergelijk van hoe ik vroeger was, als kleinkind van 6, 7. En we hebben, ik zou mezelf een cijfer moeten geven van 0 tot 10, op de schaal van 1 tot 10. Waarbij 10 extreem introvert is en 1, dan zit je op de grens introvert en extravert. Dan zou ik mezelf een 9 geven. Ik was heel erg teruggetrokken. Ik vond het allemaal wel best. Ik zei, ja, ik uitte mezelf niet heel snel. Ik luisterde altijd maar een beetje. En na gelang ik ouder werd en na gelang ik dingen meemaakte, merkte ik dat als ik mijn mond opentrok, dat het me veel meer bracht dan gewoon stil te zijn. En nu zie ik dat dat stukje schakelen, hè, waar ik het net over had, dat je op verschillende momenten heel veel kan geven. Of, het levert heel veel op om snel te kunnen schakelen. Voor mij in ieder geval. Dus ja, momenten cool. Om te schakelen. Nu is het tijd om even te hangen, zeg maar. Niet in actie te schieten. Maar gewoon te luisteren wat iemand te vertellen heeft. En een ander moment is het zo, oké, nu is het tijd om iets te zeggen. Cool. Ja. Dus ik denk dat veel mensen mogelijk niet van mij zouden weten dat mijn voorkeursstijl is, introversie. Ik vind het ook heel fijn om alleen te zijn of mezelf te zijn. Zo laat ik mezelf ook op.
Als ik alleen maar mensen om me heen heb, dan word ik daar een beetje gek van op een gegeven moment. Ja. En dan toch een wereldreis maken. Ja. Grappig. En ja. In contact komen met mensen, ja. Ja. Ja, maar dat verhaal, ja, weet je, dat wat in jou zit, dat moet er toch op een of andere manier uit, hè. Dat is natuurlijk nu ook zo. Volgens mij, we hadden het voordat we dit interview begonnen op te nemen, toen vertelde je ook dat je, wat ik vroeg je, van hoe ben je eigenlijk erachter gekomen dat je kan schrijven of dat je wil schrijven? En toen vertelde je dat je heel graag vroeger heel veel las. Ja. Dat is ook heel introvert, hè? Heel in de boeken verdwijnen. Ja, en dat realiseerde ik me niet, dat ik vroeger dat heel veel deed, wat nu weer heeft geleid tot dit, hè? Het schrijven van twee boeken. Ja, tof. Maar, en om je boodschap natuurlijk te verkondigen en als een olievlek te laten verspreiden, moet je daar natuurlijk wel iets over vertellen. En dan heeft introversie niet zo heel veel nut. Dat kan je dan alleen maar in de weg zitten voor dat stukje je boodschap verspreiden. En het heeft heel veel nut voor iets anders. Ja. Ja, eens. Hé, hey, en dat is een heel mooi levensinzicht eigenlijk. Heb je er nog een mooi levensinzicht wat je zou willen delen? Dat de vrijheid altijd in je zit om te doen en laten wat je wil. En dat je vaak jezelf, althans dat merkte ik bij mezelf, dat ik een gevangenis creëerde van gedachten. Om dingen niet te doen. Ah. En dat ik denk dat heel veel mensen dat hebben. He, dat ze graag iets willen doen, maar voor zichzelf een gevangenis creëren met allerlei gedachten waarom het allemaal maar niet kan voor hun. Ja, ik wil dit heel graag doen, maar ik kan dat niet, want. En je hebt zelf uiteindelijk de sleutel. Dus het kan zijn dat je daar een soort van moedeloos van wordt. Dat je, oh ja, en ik kan dit niet en dat, en zus en zo. Maar uiteindelijk ben je zelf degene die uit die gevangenis kan. Want je hebt zelf die sleutel van het deurtje. Je kan hem zelf openmaken. Je kan er zelf uitstappen. Alleen veel mensen zien dat niet. En daarnaast denk ik dat als er bijvoorbeeld een mooie kans is, waarvan je denkt, oh, dat wil ik heel graag, en dan gaat aan je voorbij, dat daar ongetwijfeld iets mooiers voor in de plaats komt. En dat datgene wat aan je voorbij is gegaan niet voor jou bestemd was, maar misschien iets mooiers. Dus dat inzicht dat iets wat je niet krijgt niet altijd negatief hoeft te zijn, maar dat het juist ook voor je kan werken. Mooi, mooi. Oeh, I like that. Ja, tof. Ja, hele mooie gedachte. Ja, je kan zo balen als iets niet lukt. Ja. Resultaat willen behalen of iets. Wat ze zeggen, waar één deur dicht gaat, gaat een andere deur open. Dat je dat maar altijd realiseert. Dat er altijd, dat het alleen maar ruimte geeft voor nieuwe kansen en andere dingen. Ja. En misschien wel, ja, je weet het niet. Het zou zomaar beter kunnen zijn, ja. Als je daar nou gewoon lekker van uitgaat. Ja, en achteraf gezien, als je terugkijkt naar de kansen die op je pad zijn gekomen en het niet zijn geworden, en als je ziet wat je nu hebt, dan is het vaak beter dan waar je aandacht op richtte. Dus ook vaak achteraf kun je zien dat er vaak betere dingen op je pad zijn gekomen. Ja. Dus dat het in de toekomst wellicht ook zo zou zijn. Dat vertrouwen moet je dan hebben. Het is ook een beetje een kwestie van die ervaring hebben dat zo is. Ja. Als het een paar keer gebeurd is, dan denk je, oh ja, dat zou nu ook wel weer kunnen gebeuren. Terwijl als je dat nog nooit meegemaakt hebt, ja, hoe weet je dat dan? Dat is altijd een beetje, dus die eerste keer is altijd een beetje spannend. Ja, ik experimenteer met kleine dingen. Ja, mooi. Ja, hey, daarover. Ik ben zelf heel erg bezig met het thema veerkracht. Naast het thema rijkdom vind ik dat thema veerkracht ook heel interessant. Dat heeft ook met die ervaring denk ik te maken. Maar hoe zie jij veerkracht? En is dat iets wat je kan leren? Ik denk dat we allemaal veerkracht in ons hebben zitten. En dat het een beetje afhangt van hoe vaak je dat stukje veerkracht hebt aangesproken in je leven. En dat het ook met mindset te maken heeft.
En voor mij betekent veerkracht dat als je op je bek gaat, dat je weer opstaat, daar iets van leert. En het weer opnieuw probeert. Wellicht hier en daar wat aangepast. En dat elke keer als je weer op je bek gaat en je leert er iets van, dat zorgt ook weer voor een nieuwere versie van jou. Waardoor die weer opstaan en weer opnieuw proberen. Dat het op een gegeven moment niet meer iets is. Dat het op een gegeven moment zichzelf zo sterk ontwikkelt. Dat het een soort van vanzelfsprekend iets wordt voor jou. Om daarop te vertrouwen dat het er is. En daar je dingen mee te doen. Dat. Ja, helder. Hoe zie jij veerkracht? Zo, ook zo. Ja. Ja, meeveren met wat er is. Ik zie het ook vooral als kijken naar wat er wel is. Zeker. Niet altijd focus op het negatieve, maar vooral ook wat er wel kan. Wat er binnen jouw cirkel van invloed ligt. Ja. En daar iets mee doen. Ja. Maar het heeft bij mij... Wat zeg je? Zie je al die regels die daar hangen? Dat memootje daar? Ik zie daar inderdaad iets op de deur hangen, ja. Ja, dat zijn ook van die... ook zoiets wat Anthony Robbins dan zegt. Over dat je focust op wat je hebt, wat je kan veranderen en dat je leeft in het nu met een mooi vooruitzicht naar de toekomst. En dat zeg maar jouw cirkel van invloed is, waar je dingen in kan aanpassen. Ja. Dat sluit ik heel mooi aan op wat jij net zei. Ja zo voel ik het zelf een beetje. En, maar goed, ja, dus het is denk ik een kwestie van ervaren inderdaad. Dat je op een gegeven moment erachter komt van, ik kan dit gewoon. Ik blijf gewoon doorademen, ook al gebeurt iets heel ergs. Ja. Ik ben altijd in de heftigste situaties ben ik altijd ultra relaxed. Terwijl ik kan echt in de stress schieten over echt superkleine bullshit dingetjes. Maar als het grote dingen zijn, dan ben ik gewoon helemaal stabiel en ultiem zen. En dan weet ik precies wat er moet gebeuren. En dat is voor mij ook een soort veerkracht. Dat je gewoon op die basis intuïtie kan bouwen, dat je weet dat als het moet, dat je het kan. Ja. No matter what. En dat is, vind ik heel lekker. Dus, maar goed, ik heb dat vaak moeten uittesten. Dus dat is, dus ik weet dat van mezelf. Maar als je dat nog nooit meegemaakt hebt, dan is dat altijd, wat je zegt, dan moet je klein beginnen. Kleine tegenslagjes. Leer je allemaal van. En dat ook zien als les, zeg maar. En dan, dat vind ik heel interessant. Ja. Dus de vraag stellen van waarom gebeurt mij dit? Maar dat je jezelf de vraag stelt, wat kan ik hiervan leren? Ja, ja. Ja, ik sta mezelf altijd de vraag, waarom gebeurt mij dit? Maar dan vooral inderdaad met de gedachte daarvan, wat moet ik ermee? Hoe kan ik dit? Hoe kan ik het? En hoe kan ik er iets van leren? En kan ik hier zo mee dealen dat ik er niet aan kapot ga, zeg maar, dat gevoel. Ja. En, maar nooit met van, oh mijn god, waarom overkomt mij dit? Of gedachten als, heb ik dat weer? Dat soort gedachten heb ik nog nooit gehad. Nou, ik heb ze dat wel in het begin gehad, maar met al die persoonlijke ontwikkeling ben ik er nu wel achter dat dat de verkeerde vraag is om te stellen. Omdat je continu in zo'n vicieuze cirkel zit met antwoorden waar je toch nooit zeker 100% weet dat het antwoord is. Nee, plus je wordt een slachtoffer. Zeg je? Je wordt een slachtoffer. En dat is een rol waarvan ik denk, die is niet productief. Dus, nee, klopt. Ik ga die weg al niet eens in. Ja. Dus voor mij is dat een soort van, er zit al, die doet het niet, die weg. Die gewoon die niet in mijn vizier. Die is echt afgesloten. Misschien heb ik mezelf al gebarricadeerd, dat zou maar kunnen. Maar in ieder geval, ik ga die weg nooit op. Ik ga nooit de weg op van, oh mijn god, overkomt mij dit? Of heb ik weer? Of dan denk ik, heb ik weer? Oh, dat is interessant. Oh, overkomt het me nou weer? Oh, grappig zeg, heb ik die les nou nog niet geleerd? In the journey of life, in the game of life. Dat je dan
ja, op een bepaald level telkens blijft steken. En dat je dan denkt, oh shit, ik ben ergens in het vorige level een tooltje vergeten op te halen. Wat ik nu eigenlijk nodig had om naar het next level te kunnen komen. Dat gevoel. Dus dat is hoe ik het zie, weet je wel. En ja, weet je, die tools verzamelen. Die supergrote toolbox die je krijgt als je heel veel shit hebt. Ja, die is ook heel veel geld waard in die zin. Dat je dus dan, ja, je kan gewoon veel aan. En dat is ook veerkracht, zeg maar, voor mij. Zeker. Dus Zeker. ja, en dat is niet een verdienste, maar dat is gewoon hoe je dealt met de dingen die op je pad komen. Klopt. Is niet stoer, is niet van, oh, zie mij nou eens even overal lekker makkelijk doorheen manoeuvreren. Dat is niet wat het is. Maar het is wel dat wat er komt, ja, toch bij de kladden grijpen en er iets mee, iets beters mee doen. Zeker. Ja, helemaal mee eens. Dat gevoel een beetje. Nou ja, goed. Ja, dat vind ik wel. Ik vind dat inspirerend als andere mensen dat doen. En ja, ik weet niet. Ik heb het van nature in me. En ik ben blij dat ik het heb. Ik vind het een hele grote gift om te Ja, dat hebben. zou ik ook zien. Ja, zo zien. Ja, Ook een ja. grote. Ja, dus. Maar goed. Hey, je hebt al verteld wat je leest op dit moment. Maar misschien lees je nog wel andere dingen. Ik ben ook nieuwsgierig naar wat je kijkt en wat je luistert. Ik lees op dit moment het boek van The Big Leap. Oh, heerlijk. Ja, wat een goed boek, vond ik Van tenminste. Gay Hendricks. Ja, wat vind jij ervan? Nou, ik ben pas begonnen, Oké. maar voor nu heb ik zoiets van, ik word wel getriggerd, zo van, nieuwsgierig. En wat is dan die Big Leap? Daar zover ben ik nog niet. Maar wat me duidelijk is hè, dat je op een gegeven moment steeds safe speelt op een bepaald niveau wat comfortabel is en dat je dan blijft hangen. Je bereikt wel dingen, maar het geeft net niet dat voldaan gevoel. En dat er dan iets is waardoor je die grotere sprong kan maken om nou ja, te shinen. Dus Ja. ja, daar ben ik wel heel benieuwd naar. Ook trouwens ben ik dit boek gaan lezen door de podcast van Thijs Lindhout. Oh, serieus? Oh, Ja, grappig. Ja. Hij staat een ook in mijn aanrader. boeken top 10. Inderdaad, The Big Leap. Ik vond hem zeer inspirerend. En echt gewoon ook dat je denkt van, oh ja, daar zit ik inderdaad. Daar heb ik gewoon een blokkade. Ik heb gewoon mezelf, ik zit daar gewoon mezelf zelf tegen te houden met een of andere bullshit gedachten. En daardoor kom ik niet verder. En er kunnen echt hele gekke dingen zijn. Maar En mooi om daardoor kan je durf naar die sprong niet te te kijken. maken. Sorry? Ja, mooi om daar zo naar te kijken. Ja. Zonder hard oordeel over jezelf, maar gewoon je realiseren. Zelfs mensen die op een level zijn waar jij graag naartoe wil, hè, stel dat je super ambitieus bent, die lopen daar tegenaan. Weer op andere vlakken. Klopt. En ja, weet je, en je hebt die toolkit gewoon bij je. Je moet alleen wel die tools ook gebruiken dan in die toolkit. Anders dan schiet het niet zo op, zeg maar. Maar Ja. soms realiseer je niet wat de upper, zo noemt hij dat dan, de upper limit problem. Wat de Ja. upper limit problem is. En ja, ik vond het een fascinerend boek. Ik heb er heel veel uitgehaald. Ja, Leuk, leuk. Nou, goed. ik ben heel benieuwd. Nou ja, dat lees ik Hey, dus. ja, en wat En kijk je? Kijk je ook iets? Ik ben eigenlijk wel heel visueel ingesteld, zo grappig, maar ik ben nu wat meer podcasts aan het luisteren. Tijdens mijn wereldreis ben ik geïntroduceerd met het fenomeen podcast. En elke keer had ik zoiets van, ja, podcast, podcast, moet ik daarmee? En tijdens corona, toen dat met die total lockdown, ben ik op meer podcasts gaan luisteren. Ik luister nu naar Jay Shetty. Ik weet niet of je hem kent. Zeker. Nou ja, Thijs Linde heb ik een paar keer genoemd. Saraida. En ik luister ook af en toe naar Own van Oprah. Ja, dus dat. En qua YouTube kijk ik filmpjes van Sanne Zoekt Gelukt. Ik vind haar echt zo. Ik weet niet, elke keer als ik een filmpje van haar zie, dan bruis ik weer helemaal van de energie. Hoe ze dat doet en hoe positief ze is en hoe positief ze in het leven staat, vind ik gewoon leuk. Ja, eigenlijk voor de rest niet zo heel veel. Ik woon nu in een nieuwbouwcomplex. Ik heb nog geen televisie. Dus televisieprogramma's, dat kan ik nu nog niet kijken. En Netflix.
ja, vind ik het leuk om series te kijken die iets vertellen over hoe je bijvoorbeeld duurzaam kan omgaan met energie of met wat de functie is van water bijvoorbeeld. Ik zag laatst een Netflix-serie dat de eigenschap van water is dat als het gezuiverd is, dat het op zoek gaat naar mineralen. En als je gezuiverd water drinkt, waar dus geen mineralen in zitten, dan gaat het op zoek naar mineralen in je lichaam. En plas je dus die mineralen die je met veel moeite hebt verzameld in je lichaam, plas je dus weer uit. Dus het is belangrijk om water te drinken waar al mineralen in zitten. Dus nou ja, dat soort dingetjes vind ik interessant. Oké. Okay. Precies. San Pellegrino. Hilarisch, ja. Ja. Sloten drink ik daarvan. Ja. Grappig. Ik wist het niet. Nou, leuk. Goeie tip. Hey, en heb je nog andere tips voor onze luisteraars? Om naar te luisteren of om te lezen? Of, gewoon in het algemeen. Een quote, een weet ik veel. Iets wat je nog even mee wil geven ter afsluiting. Life doesn't happen for you. Life doesn't happen to you. It happens for you. By Anthony Robbins. Ik kan hem dan zelf ook nog... uitleg is... Hou jezelf gewoon niet vast in een gevangenis van gedachten. Weet je, angst is goed. Angst is daar voor een reden. Het weerhoudt ons om een brandend gebouw in te rennen of van 12 verdiepingen naar beneden te springen. Maar zorg wel dat het je niet verlamt om die dingen te doen die je daadwerkelijk wil gaan doen. Want als jij het niet doet, dan doet niemand het voor je. En dan gaan ze jou inzetten voor hun eigen plannen. En niet zozeer voor jouw plannen die je voor jezelf hebt. Cool. Alrighty, nou, vind ik een mooie. Hey, hartstikke leuk om je te leren kennen, zo een beetje zo in deze podcast. En weet je, misschien zijn mensen wel nieuwsgierig naar jou geworden, dat kan ik me zomaar voorstellen. Ook naar je boeken, 2 boeken maar liefst. Zo, nou, sommige mensen hebben de wens om ooit eens een boek te schrijven, jij schrijft gewoon in 1 jaar 2. Sowieso eventjes van, wat zijn de titels van de boeken? En waar kunnen we jou vinden? Of met jou connecten? Vertel. De titel van het boek wat ik in een collectief schrijf, wordt gepubliceerd onder de naam Upturn. En Upturn, okay, dat is een merk en daar komt steeds een deel van uit met een ander thema. Dus ons thema nu is persoonlijke ontwikkeling. En mijn eigen boek heet De Wereld Ligt Aan Je Voeten. Ik had de titel van mijn boek had ik nog niet de wereld in gegooid. Maar je hebt nu een primeur. Yay! Oh, wat leuk. Goeie titel. En ik moet nog even nadenken hoe ik dat ga doen. Of ik daar specifiek een site ga laten maken om mijn boek te bestellen. Zoals Aart-Jan van Erkel bijvoorbeeld zegt. Of dat ik gewoon een website maak waar ik het boek op kan zetten. Ik heb al een website met wat blogs van mijn reis en de inzichten die ik daarin heb gekregen. Daar heb ik ook Upturn op staan, het boek Upturn. Daar denk ik dat ik ook mijn eigen boek op ga plaatsen. Maar ik denk dat in de tijd ook een aparte website voor mijn boek gaan ontwikkelen. Cool. Nou, we zetten de link dus even in de show notes, sowieso. Ja. En op Instagram en op Facebook ben ik gewoon te vinden onder mijn naam Dariel Hoefdraad. Ja, en zo kunnen mensen mij bereiken. Cool. Nou, ik ben reuze benieuwd naar je boeken. Dus Upturn komt 16 september uit, zei je. Yes, dit jaar. En je andere boek, je eigen boek, je solo boek, die komt 29 november uit. Dus, maar je kan hem nu al bestellen? Nog niet. Voorbestellen. Bijna kan je hem voorbestellen. Ja,
Bijna, ja. Bijna. Nou, houd in de gaten, mensen. Want volgens mij wordt het, is het een heel inspirerend, zijn het allebei heel inspirerende boeken. Daryl, dankjewel voor dit toffe gesprek. Superleuk dat je te gast was. Dankjewel. Het is Daryl trouwens. Sorry, Daryl. Yes. Ja, ik denk ook, zou ze even heel goed Engels uitspreken. Oeps. Okay. Nee, dankjewel Kat, dat ik in jouw podcast mocht zijn. Ik vond het een heel inspirerend en leuk gesprek. Als ik naar jouw podcast luister, komen er heel veel dingen overeen. Van jou en ik over hoe we naar het leven kijken en hoe we daar ons in manoeuvreren om dingen te doen. En ik vond het gewoon leuk om op deze manier niet alleen jou, maar hopelijk ook jouw luisteraars te kunnen inspireren. Super, thanks! Hey mensen, dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer. Ciao! Oh, heb ik van je naam verkeerd gezegd? Zijn volgens mij in het begin wel goed, of niet? Oh, weet ik niet. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Mocht je willen connecten of meer informatie willen hebben, dan kan je me vinden op LinkedIn en op Instagram @katkolno. Tot de volgende keer. Ciao.